In de Goffert in Nijmegen vond maandag de biertapwedstrijd plaats. 72 deelnemers waagden zich aan het tappen van het perfecte biertje. Ivo Thijssen is organisator van de biertapwedstrijd en vertelt waar je op moet letten. Hou je aan het protocol. En het protocol is, je maakt je diemblad droog, je legt twee filter klaar, je spoelt twee glazen. Je tapt twee fantastische glazen bier en die serveer je heel erg gasvrij uit aan de jury. Want gasvrijheid wordt hier ook ontzettend beloond. Want je kan nog zo mooi bier tappen. Alles draait en staat nog steeds in de horeca op gasvrijheid. Dus daar letten we heel erg op. Verschillende horecagelegenheden deden met hun personeel mee aan de wedstrijd. Thijssen legt uit waarom het belangrijk is om als horecaonderneming aan deze wedstrijd mee te doen. Ten eerste heb je een leuke dag uit met je medewerkers. Ten tweede leer je ze hoe ze onder druk moeten presteren. En ze kunnen een super mooi glas bier tappen. En dat is heel erg voordelig voor jou als horecaondernemer. Want een glas bier, dat is beleving. Het hangt van veel factoren samen of dat bier er lekker uitziet en of die goed smaakt. En als ze hier goed kunnen tappen, dan gaan ze dat bij jou in de zaak ook doen. Dus dat is alleen maar positief. Jeroen Mulders werkt bij Café Daan en deed ook mee aan de wedstrijd. Ik heb net getapt, ging best wel goed. Alleen een paar kritieke puntjes waar ik wat meer aandacht aan moet besteden. Bijvoorbeeld het schuin houden van het glas. Zo heb je best wel een aantal puntjes waar je best wel goed aan moet houden. Barman Giulio Severijnen heeft met 171 punten de wedstrijd in Nijmegen gewonnen en gaat door naar de finale. Thijssen vertelt over de prijs die de uiteindelijke winnaar van de wedstrijden zal ontvangen. Natuurlijk eeuwige roem. Je mag jezelf een jaar lang de beste biertapper van Nederland noemen. Nou, dat is natuurlijk al een hele eer. En je wordt ook toegelaten tot de jury, dus dan mag je in de landelijke wedstrijden en de regiowedstrijden mag je jureren. De finale vindt in januari 2019 plaats in Amsterdam.